Goedemorgen, welkom op deze derde introdag. Gisteren stond de Stadsdag voor jullie op het menu en vandaag gaan we samen daarop terugkijken. We begonnen de dag met een no-waste-picnic en deze stond geheel in het teken van voedselverspilling. Yo man, zeg even wat gebeurt als je je camera niet goed bijhoudt. Dan wordt hij afgepakt. Dan wordt hij onderschept door de kindjes. En ik heb bewust geen koksmessen en allerlei deftig gereedschap. Je kunt die hele kool opeten, alleen dat die kern, dat wat hier zit, dat harde stuk, maar dat zie je ook wel, dat kun je er een beetje uitsnijden en dat kun je dan wegdoen. De rest is gewoon helemaal eetbaar. Je kunt dat heel fijn snijden en fijn hakken. Als je daar geen zin in hebt, laat je het gewoon wat grover. Kijk, met koken zijn heus allemaal niets van die regeltjes. Je moet gewoon maken hoe je het zelf lekker vindt. En heel vaak heb ik ook, dan maak ik iets en dan denk ik, nou, volgende keer doe ik het toch een klein beetje anders. En dan is na de tweede of derde keer wordt het lekkerder. Dus met zoenen ook, was de eerste keer waarschijnlijk ook niet zo lekker als de keren daarna. En is met koken niet anders. Nou, daar kunnen we nog eens wat van leren. Ik denk dat ik mijn koelkast ook maar eens ondersteboven ga halen. Naast mij is aangeschoven oud-IME-student Tim, ook al bekend als partyjoggy Tim. Ja, dat klopt niet helemaal oud-IME-student, want ik studeer nog steeds op IME's. Ik hoop mijn laatste jaar, maar ik kom ook in inderdaad van IME's TV. Daar heb ik toen Tilburg Centraal gepresenteerd. Nou, leuk. Nou, en de studenten zijn dus gisteren in Tilburg stad geweest. En we willen ze eigenlijk wat meer tips geven over de stad Tilburg. Kun jij bijvoorbeeld wat tips geven over waar een student het beste kan gaan stappen? Ja, ik ben zelf niet echt zo'n kroegtype. Nou, als ik dan naar een kroeg ga, dan is dat naar Jim Fizz. Kun je heel lekkere gin tonics drinken, plus ze draaien daar een beetje deep house. Het is gewoon ook een gemoedelijke sfeer meestal. Zelf ben ik meer van de Tilburgse feesten. Nou, er wordt heel veel georganiseerd in Tilburg aan feesten speciaal voor studenten. Denk aan de Machinekamer, dat is in de Club Smederij. Dat is een technofeest wat volgens mij dadelijk maandelijks weer plaats gaat vinden in het nieuwe seizoen. Draaimolen hebben we regelmatig edities van. Dadelijk hebben we Draaimolen Festival, daar ga ik zeker van genieten. En Vergaan, dat is een groepje vrienden die eigenlijk feestjes organiseren in hun achtertuin, maar regelmatig ook uitbreiden naar de Hall of Fame. Ja, dat zijn gewoon vette initiatieven en die support ik gewoon graag en daar ben ik dan ook te vinden. Oké, en nou, als je zo aan het stappen bent, waar kun je dan daarna eigenlijk het beste je kater wegdrinken? Of eten bedoel ik? Ja, meestal, misschien ook omdat ik dronken ben dan, maar altijd beland ik weer in de tropical. En dat is toch een Turkse pizza met cocktailsaus, het standaard gerecht dat besteld wordt. Als het maar lekker vet is. Nou, dat hoeft niet per se, maar ik weet niet, het gebeurt gewoon altijd zo. Ik kan er niks aan doen. Nou, en als je nou gaat stappen in Tilburg, wat moet je dan zeker gezien hebben? De grond, denk ik. Op een gegeven moment, zeg maar het moment dat je alleen maar naar beneden kunt kijken en naar huis kunt shocken, dan weet je zeker dat je een goede avond hebt gehad, toch? Ja, dus zat en gelukkig naar huis. Ja, precies. En waar kun je nou, want als student heb je natuurlijk niet veel te besteden, waar kan je als je met je vrienden uit eten wil, nou het beste heen gaan in Tilburg? Uit eten, wat ze sowieso lekker eten hebben, vind ik bij de Wok to Go. Kun je zelf zo, zo'n wokmaaltijd maken staan voor je. En volgens mij is dat voor 8 euro of zo. Maar als je nou echt weinig te besteden hebt, je denkt, ik wil toch een soort van uit eten. Dan moet je naar het Stadstrand, naar de Waterjump. Daar kun je namelijk zelf je barbecue vlees meenemen en je eigen barbecue. En dan heb je toch een beetje het idee dat je uit eten bent, omdat je ergens anders zit te eten. En je hebt het zelf betaald en zelf geregeld. Dus dan kun je ook zelf de prijs bepalen. Oké, dus je hoeft ook niet te betalen voor de barbecue zelf? Ja, nou, als je meeneemt niet toch, dan heb je hem al betaald als het goed is. Oh, je neemt hem zelf mee? Ja, gewoon alles zelf meenemen, jezelf positioneren en genieten van het strand en van de mooie mensen om je heen. Nou, dat klinkt goed, vooral in de zomermaanden natuurlijk. En waar kan je nou als student zeg maar het beste wonen in Tilburg? Natuurlijk het centrum, maar heb je nog andere plekken waar het leuk zou zijn om te wonen? Ja, ik woon zelf in Oud-Zuid bij de Veestraat. En dat is eigenlijk, denk ik wel, de harde kern van Tilburg. Lekker volks, iedereen buiten zitten. Picknicktafel, kratje pils. En dat is misschien niet al te chique buurt. Maar ik denk dat wij daar als studenten wel goed tussen passen. En ik denk ook niet zelf dat er ingebroken wordt of zo. Want daar woont toch wel
de agressievere Tilburger. Dus bij ons durven ze niet zomaar te komen, denk ik. Dus ook wel veilig dan. Nou, dat klinkt inderdaad als een heleboel voordelen. Heb je misschien nog andere tips voor de studenten? Ja, mocht je nou thuis eten willen bestellen. Er is een gast, Valentijn heet hij. En hij heeft een jaar geleden een broodjeszaak geopend. Valentino's. Super lekkere broodjes, vooral als je van truffel houdt. En hij heeft afgelopen jaar ook begonnen met het bezorgen van hamburgers. Burgerbusiness heet dat. Nou, oh, het water loopt je uit de mond. Dus zeker even een hamburgertje bestellen voor thuis op de bank. Oké, nou Tim, hartstikke bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Nou, als jullie hebben het gehoord, jullie weten waar jullie kunnen eten en waar jullie kunnen uitgaan. Nou, na de No Waste Picnic zijn we dus doorgegaan naar de stad. En daar gaan we nu naar kijken. Nou, van de studio ben ik nu één keer in stad Tilburg. Ik ga een kijkje nemen naar de studenten in de stad. Wat ze aan het doen zijn, waarschijnlijk bier drinken en wijn drinken. We gaan kijken wat ze aan het doen zijn. Het is gelukkig mooi weer. Dus perfecte dag voor een stadsdag. Wat gaan jullie doen? Wij zijn op zoek naar een standbeeld. Wij zijn levertriviant aan het doen. Oh, echt? Ja. En waar moeten ze zoeken? Gewoon in stad Tilburg? Ja, we hebben stad Tilburg hebben gekozen, omdat ja, dan leer je ze ook een beetje kennen weer. Oh, maar jullie gaan fietsen? Ja, zeker. Maar ze zijn allemaal aan het zoeken. Oké, okay, succes! Doeg! Wat gaan jullie zoeken? Onderbroeken. Onderbroeken? Waarom? Dat vinden we geil. Dat kost 79 cent. Ja. Gevonden. Oh, prachtig, ja. Hij staat goed bij je shirt. Hou hem eens voor. Ja, dat is leuk. There's an energy when you hold me, when you touch me. It's so powerful. I can feel it when you hold me, when you touch me. It's so powerful. There's an energy when you hold me. Omdat het morgen zo slecht weer wordt. Wat gaan we zoeken? Laarzen. Kaplaarzen. Op zoek naar kaplaarzen. Nou, we gaan een lief vrouwtje vinden om het aan te vragen. Zullen we bijna alsjeblieft? I couldn't leave if I wanted to. Cause something keeps pulling me back to you. From the very first time we loved. From the very first time we touched. The stroke of your fingers, the scent of you lingers. My mind running wild. Yeah. Deze zijn mooi. Ja, maar die had ik andere dat ook afgelopen. Gevonden. Ik vind het echt leuk. Ja, gezellig. Ja? Ja, het leukste gewoon dat je mensen leert kennen. Ken je klas al goed? Ja? Matties geworden? Ja, zeker. Ja? Nee, nu lijkt het alsof je elkaar veel langer kent dan één dag. Ja, inderdaad. Omdat je zoveel met elkaar optrekt natuurlijk. Hebben jullie ook al geheimen gedeeld met elkaar? Ja? Nee? Nee? Ik weet dat één ding heeft gestolen. Ja, dat is waar. Oh, zulke dingetjes. En mogen het Purple Festival bij jullie zingen? Ja, ik ben wel een beetje moe. Ah joh, wacht gaan. Heb ik niet afgeklapt daarna? Ja? Ja. I can feel it when you hold me, when you touch me. It's so powerful, there's an energy. When you hold me, when you touch me, it's so powerful. I can feel it when you hold me, when you touch me, it's so powerful. I can feel it when you hold me, when you touch me, it's so powerful. Hold me in your arms, burns like fire. Electricity, when you're close, I feel the sparks. Takes me high to infinity. 3, 2, 1, cheers! Heel gezellig. Ja? Dat was wel grappig, want tijdens de laatste demo waaiden de broodjes bijna weg door de wind. Maar heel leuk, zo'n grote opkomst. Valt me op dat er heel veel mensen uit buiten komen. Uit buitenland, ja? Ja, enorm veel. Internationaal. De universiteit zijn natuurlijk heel veel buitenlandse studenten hier. Ja. Dus dat was leuk en ik hoop dat ze het naar hun zin krijgen hier en iedereen lekker gegeten heeft. Ja, vonden ze het lekker? De
reacties waren enthousiast. Dus dat is natuurlijk sowieso heel leuk dat je wordt uitgenodigd door de stad om dit te doen. Hè? Ja, inderdaad. Een paar jaar, nu lijkt het misschien heel gewoon, maar 10 jaar terug werden dit soort dingen helemaal niet georganiseerd. Dus dat is echt wel leuk, hè? Ja. Nou, is het verschil. Nou, heel erg bedankt in ieder geval. Dit was de stad dan bij de Fontys. En we zien jullie snel. Doei! Terug naar ons terrein. Onze professoren stonden vandaag weer klaar voor wat proefjes. Laten we gaan kijken wat zij ervan gebrouwen hebben. Dit is zo vettig. Vandaag in het Initiatief Lab gaan wij iets heel speciaals doen. Heeft er iemand van jullie briefgeld bij? Wie van jullie heeft er briefgeld bij? Wie van jullie heeft u toevallig briefgeld bij? Ik heb een euro. Een euro? Nee, ja, wij hebben wel briefgeld nodig. Briefgeld? Ja. Kom erbij, kom erbij. Wat is jouw naam? Bram. Hoi Bram. Hoi. Jij hebt briefgeld bij. Haal het me even tevoorschijn. Dus, groetjes van Bram, pak even je briefgeld. We gaan er iets heel moois mee doen. Ja, ja, ja. Nou Lydia, vertel eens, wat gaan we met het briefgeld doen? Wat zou je niet willen dat we met het briefgeld doen? Ja, dat je het niet meer kan gebruiken. Je mag je briefje in de fik zetten. Wat? Ja, daar komt het. Wij gaan jouw briefje in de fik zeker. Ja, nice. Met speedy. Oh, dat is ook leuk. Dus hoe voel je je daarbij? Ja, dat is zonde. Dompel het briefgeld in. En het mysterieus blauw water. En Wiel, omdat jouw briefgeld is, mag jij het in de fik zetten. Ja, dankjewel. Oké, ik ga hem zo meteen die bovenboeien vanaf de onderkant in de fik steken. Zo. Zo. Nee. Oké. Okay? Onderkant van het briefje, Wiel. Ah, oké. Ja, klaar voor? Yes, dankjewel. Ja, die brandt mooi, die brandt mooi. Ja, 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 daar zien we een echte vlam. Voel maar, het is warm. En het briefje is nog helemaal heel gelukkig, maar kun je nog genoeg pintjes kopen vandaag. Komt ie. Huppatee. Ja, dat is een flinke vlam. Voel je dit? Eerste reactie. Als ik nog maar kan betalen. Bedankt professoren. Nou, dit was het weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken. We wensen jullie ontzettend veel plezier op het Purple Festival vandaag. We zijn daar zelf ook aanwezig, dus we zien jullie straks. Doei!